Wat beweegt mij om te maken wat ik maak? Ik schilder. En ik schilder dus al geruime tijd. Ik deed het eigenlijk al mijn leven lang, maar ik heb ook jarenlang abstract gewerkt. Ik schilder dus religieuze thema's, Bijbelse thema's. En die Bijbelse thema's die cirkelen zo rondom lijden, dood en verrijzenis van Jezus van Nazareth. Dus het verhaaltje wat ik vertelde over Sint Lucas, dat gaat er eigenlijk ook geleidelijk aan dus in mij over. Want mijn religiositeit, mijn gelovigheid en mijn beeldend kunstenaarschap, dat vloeit op een eigenaardige manier in elkaar over. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik gewoon mijn hele leven ben blijven schilderen. En dat ik in mijn leven ook dus tegelijkertijd heel erg actief ben geweest onder de beeldende kunstenaars. Vandaar, dat is eigenlijk de manier waarop ik leef en waarom ik graag leef en tot mijn dood toe wil blijven leven en blijven werken. Thank you.